Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag zondag, het is bijna 10:30. En wij zijn aan het wachten op een brunchbox van Stuffed Leuven. Die komen een brunchbox brengen vandaag. We hebben daar een brunchbox besteld. Super tof. Kijk er keihard naar uit. Terwijl dat we de brunchbox gaan hebben, gaan we een kerstfilm kijken. De eerste kerstfilm van het jaar. Woep woep. De kerstboom staat nog niet. Het is hier nog niet kerstig, maar ik kijk al keihard uit naar een kerstfilm kijken. We gaan de Holiday kijken. Op Netflix. Die is trending vandaag in België. Dus ik ben heel benieuwd. Het zag er wel tof uit als met die ene. Is dat Emma Stone? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het. Heb je zin in de kerstfilm? Ja. Ja. Je staat achter een bosje gedroogde bloemen. Hey. Waar is Niels? Oh. En ik heb de tafel al gedekt. Allee, klaargezet voor saus. Voor de brunch date, terwijl we de holiday date kijken. Wat is nou een brunch date? Wat? Brunch date. Ja, jij bent een Grinch, ja. Oh. Grinch van Christmas, zei jij. Gisteravond had ik ook in de auto al kerstmuziek opgezet, maar Niels deed niet mee. Hè. Oh. Ja, maar omdat er was allemaal... Mariah Carey, dat hoorde 40 keer op de radio. Ja, en dat is mijn favorite, hè? Ik zie er al tegenop, dat is de mensen die rustig aan het werken en altijd met dat lawaai van die Mariah Carey, dat ze dingen. Oh, god, nee. For Christmas. Vind je dat beter? Beter, dat is te rustig. Maar Mariah is mijn favoriet kerstlied, mag het? Kunt je dat accepteren, je wel, alsjeblieft? Dat mag, maar ik stel voor dat je een ander kiest. Nee, maar er was al zoveel kerstversiering buiten, overal. En hoeveel november is het? 8. Dus ja, ik werd er heel gelukkig van. En ik dacht, ik zet kerstmuziek op en Mariah is gewoon mijn favoriet. Ik heb nog niemand zo enthousiast gezien over kerstlichtje. Oh, wauw, kijk, wauw, mooi. Maar dit is wel all out gegaan, hè? Ja, dat is toch leuk. Ik ga, denk ik, de woensdag die nu komt, dat is een feestdag, ga ik ook van buiten al zo lichtjes doen. Voor de mensen op te fleuren die dat zien. Ze zeggen dat toch ook het nieuws, hè, dat je dat moet doen. En trouwens ook, even, Joe Biden is president. Woep woep! Woep woep! Woep woep! De 46e president. En de allereerste vrouwelijke vice president. Dus ik denk, chapeau voor Amerika. Ze wie gaan is vice vooruit. President? Ik kan hier voornaam niet uitspreken. Harris. Hoe spreek je dat uit? Kamala of zoiets? Ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken. Maar die dus. En die is dan ook nog eens half black en half Asian. Dus chapeau. Ben ik heel blij om. Oké, onze brunch is er. Yummy. We hebben slaatje. Kom maar, babe. En broodjes. We hebben preparé, kipcurry, al die dingen. Ik heb zelf nog snel een eitje ook gebakken. Dan hebben we vlees, kaas en wat zou dat zijn, die koeken? Ziet er wel lekker uit. Geen tijgerbroodjes, alleen nee. Dat zijn koffiekoeken. Ja, koffiekoeken. Nee. Ja, ziet er goed uit, hè? Uh-huh. En fruitsap, yummy, zo goed. Oké, het eten is op. Het was echt zo lekker. Ik heb me echt rond gegeten. Echt, oh, zoveel gegeten. Maar het was echt wel heel goed. Als jullie trouwens ook willen bestellen bij Stuffed Leuven en jullie zijn niet van de buurt van Leuven, dan kunt je bestellen voor het weekend van 21 en 22 november.
Want dan komen die naar Limburg leveren. Dus als je van Limburg bent, plaats zeker een bestelling online voor een van die twee dagen. Het is echt wel de moeite. En we zitten in de helft van de film The Holiday. We vinden het wel nog een grappige film. Dus dat is natuurlijk geen hoogvlieger. Maar het is wel nog tof om te zien. En zoals jullie konden, waar ligt hier? Pluisje. Zoals jullie konden zien, hadden wij Milka meegenomen van Celine en Nick. Omdat die gingen wandelen, die gingen Ellie meenemen. Toen zei ik, dan kom ik snel Milka halen. Dan is hij ook buiten geweest en gaan wandelen. We hebben toch een uur en een kwartier of zo gewandeld. Ja. We hadden eigenlijk maar een half uur of zo gaan. Maar toch langer gewandeld. Dus goed bezig zijn we. Dat is ter compensatie voor ons ontbijt van deze morgen. En voor de frieten van strak. We gaan frieten eten strak. Woehoe! Oké, nu gaan we... Wat was dat? Een 1. Oké. Nu gaan we keer op keer spelen. Met koffie en wijntijd. En wat is het? Snap peas, zo. We hebben zo net frietjes gegeten en ik heb er echt niks van gefilmd. Het was gewoon te goed, hè, weet je. Nu ligt deze hier lang uit. We hebben echt daar een lichtstuk, maar meneer gaat zo liggen. Want gewoon doen is te mainstream, hè. Mainstream. Weirdo. En ik zit hier op dit kleine stukje. Nee, hier is nog een heel stuk naast mij. Gelukkig hebben we zo'n grote zetel. En we zijn nu, zo zeggen dat... aan het kijken. Amai, die schreeuwt nogal. En dan Sarah's is undercover. Finale! Allee, de laatste aflevering van het tweede seizoen. Kijk er allemaal uit. Woehoe! En dan zoeken we trouwens een nieuwe serie. Als iemand een aanrader heeft op Netflix of zo. Ja, Netflix hebben we. Dus laat het ons weten. We hebben al heel veel gezien. Wel. Liefst ook een serie dat interessant is voor mannen. Voor mannen ook, ja ja. Maar ook voor vrouwen, want ja. We waren bijvoorbeeld Breaking Bad beginnen kijken en... Nee, ik vond het niet. Ik voelde hem niet met de serie. Dus we zijn ermee gestopt. En Niels wil het thans nog eens zien. Allee, hij wil het thans verder zien, maar pff, ik wil echt niet. En, ja, omdat ze zeggen dat dat een goede serie is, maar er zijn 7 seizoenen van en wij hebben misschien 5 afleveringen gezien, 6, of minder zelfs. 6 hebben we er al gezien. Ja? Oh, ik weet niet. Wat vonden jullie, als jullie dat hebben gezien, wat vonden jullie? Laat het weten. Misschien dat ik het dan nog wel eens een kans geef, maar ik vond het niet zo goed. En ik dacht nu van Over Water of De Ridder te kijken, want dat staat ook op Netflix. Dat zijn 2 Vlaamse series. Als iemand dat heeft gezien, laat het ook weten. Oké, we gaan nu slapen. En ik was nog helemaal... Had ik al gezegd dat ik twijfelde over een kerstboom, dat ik een grotere wou? Ik had al in de vlog gezegd net. Ik weet het niet, maar al sinds door de oude vlogmas-video's te kijken, dacht ik... Mijn kerstboom van 1,60 meter, dat is dus kleiner als mij. Ik denk dat dat zoals de krabpaal is. Ja, nee, oh. Tot hier of zo, denk ik. Want ik ben 1,75 meter. Zo. Is een jonge veer. En ik dacht, dat gaat echt zo klein zijn in ons nieuw huis. En niet zo mooi als ik zou willen. In mijn appartement was dat heel mooi, omdat het daar klein was. Maar hier is het wel groot. Dus het mag wel een grote kerstboom zijn. Dus heb ik een kerstboom van 2,40 meter besteld. Zo net. Die zou binnen 1 à 2 dagen aankomen. Maar met corona kan het wel eens later zijn, omdat iedereen nu alles online bestelt. Maar dat is niet zo erg. Het dringt natuurlijk niet als het hier maar binnen 2 weken is. Dus ja. Maar we gaan nu slapen. Ik ga morgen wel nog even verder vloggen, denk ik. Dus slaap wel en tot morgen. Slaap wel, Niels. Slaap wel. Slaap wel. Goede
Middag bijna, het is 11:30. Ik ben net terug van het Tuitlitoe-kantoor. Net binnen. En er is een pak van mijn Zordumonde aangekomen. Ik wou dat even aan jullie laten zien, want dat zijn nog kerstdingen. Super mooi zijn ze. En binnen een half uurtje heb ik een call met Tyson. Dus daarom ben ik ook terug van kantoor. En ik dacht, deze grote doos van mijn Zordumonde, ik ga het laten zien. Als eerste heb ik tassen besteld. Kersttassen in zwart en goud. Die passen perfect bij de styling van de rest van onze kerstthema. Ik vind ze echt zo mooi. Zo heb ik er twee trouwens. En zo heb ik er twee. Dus die komen per twee. En die zijn ook fijn groot voor thee. Ik heb altijd graag een grote tas. Dus dat kan ik zeker van houden. Dan heb ik... Amai, deze zijn pas groot. Wauw. Amai, die zijn mooi. Oh my god, hoe mooi. Zo heb ik er ook twee. Deze passen niet bij ons thema, maar ik zag die en ik dacht echt, wauw. I need them. Amai, hoe groot zijn die? Ziet je maar al thee drinken hieruit? Wauw, en de handvat. Oh, beautiful. So beautiful. I love it. En dan wil ik nog een. Het is wel echt zoveel plastic verspilling. Maar ja, je kunt natuurlijk nu niet naar de winkel gaan, anders kun je het daar kopen. Maar het is echt zoveel plastic. Dit is dus de tweede. Merry Christmas. Oh, hoe cute. Wow, I'm in love. Ik vind die kleine ook heel tof, maar deze vind ik nog toffer. Dan heb ik nog dit besteld, wat ik al vergeten. Dit is zo, hoe noemt dat? Potpourri. Ik weet niet hoe je dat noemt. Dat ruikt dus heel lekker. En dan zijn zo dennenappels, kerstboomdingen. En dat ga ik in een schaal doen. Dan ruikt dat lekker. En dat is mooie deco. Dan heb ik een klein kussentje. Van de Boss Cute. Oké, dat is wel echt cute. Amai. Dat is dus een kussentje. Daar staat op. We wish you a very merry Christmas. A very merry Christmas. Ja, oké. Nou, het ziet er zo uit en ik dacht ook met dat goud dat dat wel echt perfect is. Milky, wilt je het? Milky staat hier echt zo te kijken van, wat zijn die belletjes? Ja, ik vind dat wel cute om ergens in dat stoeltje of zo te zetten. Super tof. En dan nog één ding, wat ik echt geen idee meer heb wat dat is. Maar ik zal het zien. Amai, hoeveel plastiek. Oh, dat is wel echt erg. Oei, ik moet dat nog open doen met de schaar. Ah ja, oh, die zijn wel veel kleiner dan ik had gedacht. Amai, die zijn echt super klein. Ik dacht dat die groot ging zijn. Dat zijn dus kleine kerstballetjes als sterretjes. Dat is wel tof, wel cute. Ja, amai, ook weer eens allemaal apart verpakt in een elastiekje. En dan zijn er dus 12. Dus wel tof. Want zoals ik gisteravond al zei, we hebben een grotere kerstboom besteld. Dus extra decoratie is welkom, want ik hou niet van een te lege kerstboom. Een kerstboom moet echt goed vol zijn. En ja, dus er moet veel in hangen. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. Sowieso. Oké, amai, dat plastiek. Dus dit was de doos. Heel groot, zoals je kunt zien. En dit zat erin. Echt niet zoveel. En dit is plastic. En dit is ook nog eens allemaal plastic. Oh my god. Ah ja, oké. Okay. Oké, ik heb snel nog buiten aan de voordeur de pompoenen weggedaan. Ik denk dat ik woensdag of in het weekend of zo, alleszins als het minder zonnig is als vandaag, want het is echt zo warm en zonnig vandaag. Dat ik daar zo een kerstboompje ga zetten met lichtjes. Ook zo voor de buitensfeer en zo. Dus dat is wel fijn. Allee, voor de mensen gewoon die voorbij wandelen en zo. En nu heb ik een meeting met
Tyson. Dus, dat is dat.